De vaccinatielocatie in het Goffertstadion is woensdag voor het laatst open. Steeds meer mensen zijn volledig ingeënt en daarom heeft de GGD besloten deze vaccinatiepost te sluiten. Afgelopen juni werd het prikcentrum geopend. Sindsdien werden er voornamelijk mensen met Pfizer ingeënt. Ook zijn er prikken met het Janssen-vaccin gezet. De vaccinatielocatie in Wijchen blijft voorlopig wel open.